Het volgende fragment komt uit de wedstrijd Mees van Os tegen Fabio Bravo. Mees van Os met de witte kleuren. En in deze stelling is zwart aan zet. En Fabio kennen we natuurlijk als een avontuurlijke speler. Die houdt van aanvallen. En die gaat ook inderdaad op avontuur en speelt hier dame H4. De meest principiële voortzetting was paard B5 in plaats van dame H4, maar die moet jullie maar eens thuis bekijken of in de game viewer hoe die variant verder gaat. Wij gaan hier kijken naar varianten naar dame H4. Oké, Mees ging hier slaan op B4. Fabio pakte het dame maal D4. En ja, het lijkt of de witte koning een beetje in de gevarenzone zit. Maar Mees blijft heel koelbloedig en speelt hier loper H6 en valt zelf natuurlijk ook wat aan. Op F8. Het dreigt al mat in 1, daar moet er sowieso wat tegen gedaan worden. Fabio speelt hier daarop dame E4 schaak. Koning gaat naar D2. Dame D4 schaak. Lopen D3. En dan kunnen paard E4 schaak geven. Dus paard is even gered. Koning speelt C1. En die staat daar toch relatief veilig. Ja, nu moet zwart toch wel wat aan het mat op F8 gaan doen. En dat doet hij ook, want hij slaat op dame maal B4 en verdedigt daarmee zijn toren op F8. En Mees die verzon hier best wel een leuke zet. Namelijk toren A4. Kijk, je mag die dame natuurlijk, die moet op de diagonaal blijven, dus die mag de toren natuurlijk niet slaan. En daarom sloeg hij niet, dus hij deed die dame E7. En op de volgende zet speelde wit lopermaal E4. Overigens kon lopermaal E4 ook meteen. Maar toren A4 is wel zo leuk. En misschien zat hij daar ook wel goed op A4. Paard C6 en lopermaal C6, beenmaal C6, toren D1, A5. En dan wordt dus nu tijd om de stelling te evalueren. Op ogenblik staat het nog qua materiaal helemaal gelijk, maar in werkelijkheid is zwart hier al hopeloos verloren. Kijk hoe Mees dit uitspeelt. Gaat hij eerst de kwaliteit pakken op F8. En in sommige stellingen kun je nog hopen met een kwaliteit achter. Maar ja, zwart heeft ook nog twee hele zwakke pionnetjes. En die zullen er ook vroeg of laat afgaan. Dus een kwaliteit en twee pionnen, dat zal te veel van de stelling vragen. En Mees had ook niet veel moeite om deze stelling technisch uit te schuiven. Dit is een goede prestatie van Mees. En Fabio moet ons even de studieboek induiken hoe die opening echt iets beter kan worden aangepakt. Okay. We zullen dat zien of Fabio in de volgende afleveringen terug kan slaan. Ik neem het aan van wel. Het laatste fragment komt uit de wedstrijd Jorik Laan tegen Marcelle Günthers. Zwart heeft net kort gerokeerd en dus is wit aanzet. We beginnen nu meteen met een pauzemomentje van
Want wat zou Jorikje verzonnen hebben? Nou, denk daar eens even over na. En ondertussen wordt even het pauzemelodietje gestart. Goed, jullie hebben even kunnen nadenken. Het is duidelijk dat dit een keer G4, G5 wil spelen om de stelling te openen. En Jorik doet het op een hele slimme manier. Hij slaat eerst op F6, schaak. Hij loopt hem al F6 en komt dan sterk met G4. Met een dreiging natuurlijk G5 te spelen. Om zo een open lijn op de koning te krijgen. En dat is al heel gevaarlijk. Marcella probeert tegen aanval te spelen met B5, maar is eigenlijk net te laat, want Jorik heeft al G5. En die open lijn zal er dus komen. Zwart krijgt ook een open lijn, want die slaat eerst op C4. Nou, die moet je terugpakken. Ja, en die heeft zwart dus een keuze. Die zal toch, maar die zijn niet zo aantrekkelijk. En Marcella koos ervoor om lopen E7 te spelen. En nu kan Jorik dus de G-lijn openmaken. We hebben dus al de H-lijn gezien in de partij van Frank. En nu zullen we zien dat ook de G-lijn altijd gevaarlijk is als die openkomt. Geenmaal H6. En je ziet dat de hele G-lijn is nu open. En dan dreigt een gevaarlijke aanval. Zwart verzon je toren B8. Gaat ook op de open lijn staan. Hamer G7. Toren E8. Toren DG1. Dame B6. Even met een dreiging. Op B2. Die gaat Jorik eerst even verdedigen. Dame C2. En zwart speelde hier F5. En het is weer tijd voor een pauzemomentje. Want wat is een goede zet voor wit? We start het pauzemelodietje. Goed, in werkelijkheid zijn er al verschillende goede zetten mogelijk. Je zou, als je H5, H6, oh, een momentje, H6, H7 voor plan was, is het al heel sterk. En, maar Jorik verzon hier lopenmaal F5. Wat ook een hele sterke zet is. Want die mag je niet terugslaan. Stel, je doet dat toch. Ik zal het even laten zien. Eenmaal F5. Dan was waarschijnlijk Jorik dame C4 van plan. Schaak. Koning H7. En je kan een dame halen door G7, G8 te spelen. Met schaak. Moet je pakken. Toren mag je 8, schaak, koning H6 en dame H8, mat. Dus op lopen F5, die mag je dus niet terugpakken. En de rest, zwart ook niet veel anders dan maar te pakken op B2. Dus de alternatieven die zijn haast niet, want H5
H5, H6, H7 dreigt ook nog een keer. En ze pakte ook op B2, Damewaal B2, Torenwaal B2, Koningwaal B2. En toen pakte de zwart op F5. Maar zoals gezegd, H5 komt eraan, gevolgd door H6, H7. En dat is niet meer te stoppen. En in deze telling, na de volgende zet, lopen B4, H6. Gaf Marcel ook op. En dat was het einde van deze wekelijkse videoanalyses. Hopelijk volgende week weer met Steven Glasbeek. En voor deze week, tot ziens. Hey Steven, nou, leuk dat je even belt. Nee, het ging hartstikke goed met de analyses. Maar ik heb je wel gemist hoor. Volgende week heb ik je echt wel weer nodig, denk ik. Trouwens, kun je ook wat cola meenemen? Want dat werkt misschien toch beter. Steven? Heb je er opgehangen? Steven? Hoi? Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better.